Nou, goeiedag mensen. Ik heb net even een stukje zitten luisteren van Opa Leo. Opa Leo die van alles en iedereen bedreigd had. Ik sta ervan te kijken dat ze er zo lang over gedaan hebben om even bij meneer Leo langs te gaan. Meneer Opa Leo, ga achter de geraniums. En nu gaat u zelf aan de lijve ondervinden hoe ze absoluut niet naar u gaan luisteren. Dus misschien hebt u wel een goede reclasseringsambtenaar en even met een psycholoog praten. Maar, nou, dat ga je hopelijk niet, opa Leo, zelf verknallen door die domme dingen te zeggen. En inderdaad, opa Leo, dat je beseft, dat u zich beseft, dat ze ook inderdaad, dat u gelukkig buiten was gaan zitten, dat als het arrestatieteam die deur open had getrapt, nou, dat je lieve hondje, dat die gewoon echt inderdaad, zoals u zegt, getraumatiseerd of gewond had kunnen raken. Nou, u ook natuurlijk. Maar nou ja, u loopt er ontzettend om te solliciteren om opgepakt te worden. Nu bent u opgepakt. Ik zeg opa Leo, let goed op wat u zegt. Bij die psychologen, want u zal wel bij de GGZ of zo afspraken moeten maken. En nou, maar kijken. Ik verwacht een rechterlijke machtiging, meneer opa Leo. Ik hoop het niet voor u. Ik hoop dat u gewoon nou even heel veel gaat nadenken. En ik ben echt niet te spreken over allerlei optredens en gedragingen van van alles en van iedereen in Nederland. Echt waar. Geloof me nou, daar heb ik een hoop commentaar op. Oh, even, mijn kraag zit even niet goed. Daar heb ik een hoop commentaar op. Zeer zeker. En dat gaat van politici tot dienders, tot directeuren van in Utrecht, Jan Jans van Leger des Heils, JP Prins, een Ghanese directeur. En ook ex-directeur Jan Berndsen. Drie mannen waar ik, waar ik helemaal geen fan van ben. En die me technisch gezien meer ellende hebben aangedaan dan mijn vrijmetselaar-adoptieouders. En dat is voor mij ook geen reden om recalcitrant te gaan doen. En het ligt allemaal aan iedereen en alles en zo. Ik weet aan wie het ligt. En bij al die andere mensen ook. Jullie hebben een hele hoop onvrede. Het meeste ligt aan jullie. Want de wereld is nou eenmaal zo. En die gaan jullie niet veranderen. En ik ook niet. En technisch gezien niemand niet. Het is gewoon zoals het is. Het zijn de afspraken die ze maken. Het zijn hoe ze gegroeid zijn. Zelf ook allemaal mensen. Ook, hoe ze ook gegroeid zijn. Scheef gegroeid zijn vanuit trauma. Of het lijkt alsof het oké is. Maar lieve schat, voor iedereen. Waar ik echt gigantisch veel commentaar op heb. En echt absoluut helemaal belachelijk vind. Echt waar. Wat een stelletje zielige jankbekkers zijn jullie. He, van die hernia Hanni tot opa Leo tot iedereen. Zo, jongens, jullie zijn jullie eigen grootste vijand. En ik geef jullie een liefdevolle tip. Ga jullie rustig houden. Ga op de achtergrond. Ga lekker jullie dingetjes doen. Ga lekker leven. Laat je niet meeslepen in de slipstream van een aantal raddraaiers. Denk niet dat jullie iemand zijn. Denk niet dat jullie de wereld gaan veranderen. Jullie echt, ik zou zo graag nog voor het Fidere collectief Broer van Wapitrol en nog wat andere kanalen. Audaire. Ik zou zo graag voor het Fidere collectief nog meer filmpjes maken. Maar ik word helemaal gek van die mafkezen. En ik heb ook wel zulke gestoorde buren. Ja, ik woon tegenover een ASO-dorp. Waar het verschil niet echt goed op te maken is wie de ASO's zijn en wie de begeleiders zijn. Ja, echt. Die zijn echt vreselijk asociaal. Nou, in ieder geval. Dus. Heads up voor iedereen. Iedereen die zichzelf belangrijk vindt in die demonstraties zien en denkt bij het juiste eind te hebben. En dit te doen en je zo op het internet te manifesteren. Jongens, ik heb het ook in de andere filmpjes uitgelegd. Jullie hebben mazzel dat jullie tot nu toe nog niet gepakt zijn. Maar een hele hoop van jullie zullen gestopt worden, zullen een behandeling krijgen. En dat wordt niet zo rozenkleur en maneschijn voor jullie hoor. Dan zullen jullie met dat gedrag, nou jarenlang alweer niet begrepen worden. Ja, echt. Ik heb het met jullie te doen, nogmaals. Jullie zijn een bron van heel veel vermaak. En ik ben tegen schadenfreude. Maar mensen die zichzelf zo neerzetten en dan denken: oh, we gaan niet belachelijk gemaakt worden. Nogmaals, lieve schatten. Dat is democratie. Dat is vrijheid van meningsuiting. Je zet een filmpje op het internet, je wordt belachelijk gemaakt. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel liefde toe. En ik kan het woord eigenlijk niet meer horen. En dat komt door die demonstraties zien. Ja, wat zeggen ze nou? Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Nou jongens, die liefde, van ware liefde, als in een contact met God, een contact met de Zoon, een contact met de Geest. Het enige wat iemand, een mens nodig heeft. Daar weten er weinig van jullie wat vanaf. Dat voelt goed. Ja.
Ja, soms wat onbegrepen, maar niet alleen. En ook niet eenzaam. Maar, dus, al die mensen die hadden, ah, liefde, liefde, liefde. Nee, relletjes schoppen, weten dat er rellen van gaan komen, is geen liefde. Nogmaals, op het politieoptreden, heel veel commentaar op. Slecht getrainde agenten, weinig controle, fysieke beheersing. Tactische operaties hadden anders gekund. Allerlei instructies rond het leegvegen van zoveel geweldsinstructies, dergelijke. Ja, het verschilt nogal van vroeger. Jongens, dit is niet de wereld waar ze iedereen naar doen terugverlangen. Na de jaren 80, al was het weer de jaren 80, 90. Echt. Heel 80, 90, misschien begin 2000. Voor heel veel mensen. Fantastische jaren, echt. Maar dat komt nooit meer terug. Nooit meer. En dit plan, met, ook al zouden we met 3 miljoen man er gaan staan. Met 3 miljoen. Ja? Nou, misschien dat het dan indruk gaat maken, maar. Nee. Er is geen demonstratiecultuur. Demonstreren gaat in die zin niet helpen als je elke keer laat wegvegen. En dan een spelletje van maken en dan om 4 uur houdt ineens alles op. Omdat dat 4 uur zo. Nou. Niet te begrijpen. Ik moet even een nieuwe vorm vinden. En het spijt me voor het Fidera collectief. Ik word helemaal gek van die gasten. Ik kan geen filmpje meer van ze zien. Ik word echt helemaal. Echt straks heb ik gewoon behandeling nodig. Omdat ik de hele tijd die wappies en die flappies analyses zit te maken. Nou, dat zou ironisch zijn. Hè? Ik kan er niet meer tegen, ik word er helemaal gek van. Maar ja, in ieder geval, ik kan er niet meer tegen, ik word er helemaal gek van. En daarvoor moet ik even een andere platform, een andere vorm vinden. Op mijn platform, pardon, op mijn zender. Er gaan zeer zeker nog wat analyses komen. Deze is al iets te lang. Nou, die gaan we opladen en tot de volgende keer. Oh ja, en als jullie afvragen, goh, heb je nou in één keer een dikke kop gekregen of wat dan ook? Ik zit niet op de anabolen. Dat is na een routine en na een aantal dagen van vast. En dat heeft ook te maken met dat soms nou, mijn maand wat langer is dan mijn uitkering. Of tenminste, daar heb ik meer maand over. En ja, vandaar. Dus dan, dat is mijn dieet. En zet ik ineens op na dagenlang gezond doen en vasten en andere zaken. Nou, in ieder geval. Dus het is niet zo ontzettend belangrijk. Het is technisch gezien nog hypocriet ook, want het is niet echt vasten. Het is een of andere quasi-vast. Maar dan eet ik ook echt gewoon één maaltijd per dag. Pas aan het einde van de dag. En daar geniet ik dan veel meer van dan als ik even een paar dagen snoep en koffie en dingen en allemaal koekjes en allerlei andere zooi. Ja, maar ja, dat is een van mijn spirituele dilemma's. Dat ik af en toe van lekkere dingen hou. Ja, vind ik gewoon lekker. Maar ik hou af en toe ook van karig en lekker Spartaans. En ja, nou, dat is mijn ding. Moet ik een beetje balans in vinden. In ieder geval. Ja, gewoon moet ik zeggen, beste mensen. Voor al die wappies en flappies. Zeg jongens, rustig aan. Ik zie hier bij jullie groot verdriet. Groot onvrede over jullie leven. Heel veel verwarring ook. En daarin, of het nou Tinus is. Of Henia Henny, of wie dan ook van die lui, of opa Leo. Ik heb zelf van die gestoorde buren, maar ik zou inderdaad, of Mita, ik zou inderdaad ook met jullie gewoon op een normale manier met jullie als groep willen praten. Dat blijft. Misschien met plexiglas ertussen, maar en of wat bewakers, of misschien dat ik even een paar. Ik heb een crew kan optrommelen die dan in ieder geval zorgt dat ik niet uit elkaar gescheurd word door die flappies en wappies. En dat ze me aan de leeuwen voeren of weet ik veel wat. Ja, ik zou echt met ze gewoon, met de groep, in het geheel, zou ik ze als groep met ze in gesprek willen. En zou ik willen aanspreken op hun gedrag. Maar ja, dat is een ander verhaal. Voor de rest zeg ik gewoon ook tegen die wappies en flappies. Zo, jongens, dit is democratie. Je zet dingen op het internet, je wordt belachelijk gemaakt. En dat jullie hier zo'n tunnelvisie en zo'n focus krijgen op het hele Videre collectief. Dat doen jullie zelf. Je kan je ook gewoon je schouders erbij ophalen. Hey, geloof me nou dat ik weet hoe het is om gepest te worden. En dat ik weet hoe het is gepest te worden door een groep. Groepen. Ja, maar dit is gewoon waar jullie zelf om vragen. Door bizarre dingen op het internet te zetten. En dan krijgen jullie het van alle kanten. En dat is wat anders dan cyberbullying en andere zaken. Dus cyberbullying en gangstalking. En ik weet dat ook een aantal van jullie klanten die allemaal zo'n grote bek hebben. Van die wappies en die flappies en al die anderen. Gewoon gangstalktientjes zullen aanpakken. En alle andere zaken gewoon zullen aanpakken als ze dat aangeboden worden. Zeer zeker te weten. Dus als jullie wat meer willen weten over gangstalking. Laatst vroeg iemand dat ook. Alsjeblieft zoek het zelf even op.
Ik ga proberen meer dingen voor te kouwen. Dus te refereren aan onderzoek en dergelijke. Hè, waardoor ik nou, kan uitleggen wat er mij gebeurt. En wat er met veel TI's gebeurt. Ik ga alleen niet beginnen over TI, Targeted Individual. Dat vind ik zo'n onzin. Ik ben geen TI. Ik ben wel in het programma geboren. Maar ja, ik vind dat mensen zeggen, ja, maar targeted individual. Oké, je hebt jezelf net al target benoemd. Dus daar doe ik niet aan, al weet ik er natuurlijk alles van. Nou. Dus, en even wat dikkere Johnny Wick dan jullie gewend zijn. Want ik heb me echt vol lopen laden met allemaal lekkere dingen. En ja, dus, het heeft me ook wel wat meer playpapier gekost. Maar daar had ik er ook voor over. Ja. Nou, voor de rest wil ik iedereen bedanken. Wil ik iedereen respect, liefde en waarheid toewensen. En ja, vind je eigen waarheid, maar ken de regels. Er komt wat verschrikkelijks aan. Geniet van elke dag. Dus ook voor al je wappies en flappies. Geniet van elke dag. Ga niet bezig met dingen die jullie toch nooit kunnen veranderen. Ze gaan het hoe dan ook doen allemaal. En als jullie wappie flappies wat zinnigs willen doen, en daar wil ik ook mee helpen denken over, dan hebben jullie, of meerdere mensen, en ik ook, dan zijn er gemeenschaps, communes, à la kibbutz nodig. Of gemeenschappen, beschermde gemeenschappen. Ik wil echt overal over helpen nadenken. Maar ik heb geen crew, ik heb geen achterban, dat is ook niet belangrijk. Mijn crew is de machtige heer, de machtige zoon, de heilige geest. Voor de rest doe ik het allemaal alleen. En met liefde voor mijn land en voor jullie allemaal. Dus ook voor die wappies en flappies. Ja, maar ja, ik had er eentje gebeld laatst, Heineke Hans. En die kon het in één gesprekje kon hij het normaal houden. En daarna werd hij dwingend en eng en stalkerig. En heb ik hem net zo vaak opgehangen tot hij doorraad van nou. Dat hij wat probleempjes heeft. Lieve schat, en dat meen ik echt. Ik ga later natuurlijk verder met alle wappies en flappies trashen. Analyseren bedoel ik. En natuurlijk trashen. Mita, een apart verhaal, maar dat gaan we weer ook nog een keertje bestuderen. Maar ik heb echt een overdosis aan die hele mafkeze rijmensen. En ik moet ook aan mijn Bijbel sturen en alle andere zaken denken. Dus ik moet echt even aan mezelf gaan denken. Nou, jullie hebben gezien dat ik de afgelopen dagen goed gedaan. Even voor de duidelijkheid. Ik zit niet op de anabolen. Ja, ik doe op een andere manier doe ik vasten. En redelijk gezond leven. Ik hou van wat ongezonde dingen. En dat zijn mijn zondes. En daar moet ik aan werken. En zo ervaar en voel ik dat ook. Het is nooit te laat om jezelf in die zin te verbeteren. Maar ja, ik hou van een lekker jointje. En een lekker drankje. En een lekker hapje. En dat is een van mijn problemen. Ik glutte niet. Maar ja, ik zie er weer verdraaid goed uit. Nou, lieve mensen. Tot de volgende aflevering. Ik tik hem af op 1313. En love you all.